Hey jongens, welkom op deze wonderschone dag. En vandaag gaan we het hebben over Formule 1. Net is de tweede Formule 1 race gereden. En Max is derde geworden. Maar een mooie race. Ferrari heeft het gat. Vooralsnog, wat het lijkt na twee racen, gesloten met Mercedes. En, oh man, jeetje jongens. En dat lijkt ernaar te gaan dat dit een hele leuk seizoen zal worden. Ik ben benieuwd. Ik kan gewoon... Dit wordt een heel interessant seizoen. Net als 2014. Toen Nico en Hamilton eerst een paar races gewoon helemaal losgingen. Voordat de teamorders kwamen. Ja, maar dit keer zijn het van twee verschillende teams. En ja, dat betekent dat het gewoon menens is. En elke race, elke ronde, elke sector telt voor beide. Op dit moment staan ze gewoon gelijk in de kampioenschap. Dat is ook heel mooi te zien om te zien na twee races. I am gewoon... ik ben gewoon blij dat het gewoon in een keertje gewoon geen team helemaal bovenaan staat. Het wordt bijna net zoals in 2009 en 2010. Zo uit mijn hoofd, als hele interessante kampioenschappen met meerdere constructeurs. En waarschijnlijk zal Red Bull misschien ook een stokje kunnen steken in de Europese Grand Prix. Maar vooralsnog doen er sowieso twee teams mee aan de kampioenschap. En misschien ook Red Bull. Ja, maar hoe je daarachter komt is gewoon lekker afwachten. En race voor race en voor race bekijken. Ik weet sowieso dat het gewoon een heel leuk kampioenschap zal worden. Ik ben gewoon echt blij. Ik dacht echt eerlijk dat Hamilton überhaupt geen tegenstander zou hebben. Nadat we de Ferrari de afgelopen 3 jaar hadden gezien. Met net niet, zeg maar. Dat Mercedes met twee vingers in hun neus gewoon Grand Prix na Grand Prix konden finishen. 1-2. Maar dit seizoen hebben we zin in. Hebben we fucking zin in. Want dit wordt sowieso misschien, heel misschien, het jaar van Ferrari. En wat denken jullie? Wie gaat er kampioen worden? Stiekem. Hoop ik dat Vettel wordt. Puur omdat Ferrari dan na Kimi Räikkönen in 2009 weer een kampioenschap binnenhaalt. Ja, het is wel weer Vettel, maar het is Ferrari. Forza Ferrari jongens, Forza Ferrari. What happened hier? Het is helemaal aangepast. Lijkt het. Of, nee, niet echt. Dus, Forza Ferrari. Nou, ik ben geen tifosi, maar wat puurmarkt, het is geen puurmarkt. Maar, ik wil wel Ferrari, we eindelijk gewoon zeg maar het rood zien, rood terug. En dat is de passie van monteuren, et cetera, zie je ook gewoon terug. Gewoon de eerste race winnen en ze waren gewoon blij. Hartstikke blij. En dat wil ik zeg maar het hele jaar zien. En dat wil ik gewoon. Terugzien. Ik dacht, zeg even hieronder wie waarschijnlijk zal winnen. Of nou niet winnen, maar de kampioenschap binnen zal halen en de constructeur. Ik zelf gok dat Ferrari de constructeur binnen gaat halen. En Vettel de rijderskampioenschap. Dat is wat ik kan hopen en wil. Schrijf jouw gedachten hieronder even op. Jouw voorspelling. En dan gaan we over pakweg 10 maanden. Nee, geen 10. 8 maanden zien.
zien wie er allemaal gelijk heeft. Bedankt voor het kijken. Niet vergeten om een like te geven. En ik zie je weer tot de volgende video. Doei!